kriebels al in de buik, Eloy Room? Kriebels nog niet, maar wel gewoon een goed gevoel. En, iedereen heeft er zin in en dat is toch wel wat een speciale week. Een hele speciale week, toch? Ja, ik bedoel, je gaat richting de bekerfinale toe. Dus dat is altijd, dat is wat je wil als speler, voor de prijzen spelen. En dit is gewoon een heel mooi moment voor de club, maar ook voor ons als spelers. Dat we hier hebben naartoe gewerkt en daar leven we nu naartoe. Op wat voor manier leef jij daar naartoe? Zonder jij je af? Nee, gewoon ja. Je thuis niet te genieten? Nee, dat niet. Juist wel? Nee, ik ben gewoon mezelf. Ik bedoel, ik ga het natuurlijk. Het is een speciale wedstrijd, maar ik probeer gewoon mezelf voorbereiden, hoe ik altijd doe. En ik vind daar niet zoveel moet veranderen. Alleen gewoon focussen op die wedstrijd. En iedereen is scherp, iedereen heeft er zin in. En wat ik al zei, hier werk je naartoe. Dus het is alleen maar mooi als het moment daar eenmaal daar is. Is genieten ook belangrijk? Ik denk het wel. Ik bedoel, maak je niet zo heel veel mee in je carrière. Dus je moet er ook van genieten. Maar ik denk dat je er alleen maar van kan genieten als je ook goed resultaat haalt. Dus dat moeten we wel voorop houden. Winnen is belangrijker, ook al is het voor Vitesse nieuw. Ja, het is niet voor ons als speler belangrijk, maar ook voor de club. Voor iedereen in heel Arnhem, denk ik. Zo lang geleden dat we een prijs hebben gewonnen. En nu zijn we er zo dichtbij. Dus daar willen we allemaal goed resultaat halen. Ja, want het betekent nogal wat, hè? Alleen al financieel 2,5 miljoen euro, heb ik me laten vertellen. Rechtstreeks toegang tot de Europa League. Daar komen dan nog inkomsten overheen. Het maakt de spelersgroep meer waard. De spelers willen misschien langer blijven. Willen misschien sneller komen naar Vitesse. Ja, dat zijn allemaal zaken wat voor de club heel belangrijk is. Niet voor jullie, hè? Niet nu. Ja, voor ons als spelers, kijk, dat is niet waar je echt met die cijfers niet echt bezig als speler. Je weet dat het gewoon heel belangrijk is voor de club en voor iedereen die betrokken is bij Vitesse. Alleen als speler wil je gewoon winnen. En natuurlijk, het is gewoon heel belangrijk dat we gewoon ons best doen en dan vol voor die finale gaan. Want we beseffen allemaal dat het een hele speciale wedstrijd is. En voel je dan toch een beetje, als ik jou zo confronteer, met die cijfers, met die belangen, de druk? Niet zozeer. Nee, de druk niet. Ik bedoel, de druk is er altijd, helemaal als je finale gaat spelen. Maar niet dat het een extra druk op me komt. Dat niet, nee. Maar jij bent relaxed, hè? Sowieso bezig met een goed seizoen. Ja, ik probeer gewoon rustig te blijven. En rust uit te stralen is ook belangrijk, denk ik, als team zijn. En wat je al zei, je moet er ook van genieten. Het is een hele mooie wedstrijd. En als je jezelf te veel druk oplegt, dan geniet je er ook minder van. Je kan de held worden. Keepers spelen vaak een belangrijke rol in dit soort wedstrijden. Finales, verlenging, strafschoppen misschien? Dat zou een jongensboek zijn. Maar ik zou ook blij zijn als we het zonder de penaltyreeks of iets winnen. Dus voor mij gaat het alleen om de winst. En hoe, dat maakt niet zo uit.